is de nieuwe dag. Het is, schijnt mooi weer te zijn, maar het is heel erg winderig. Ja, ik heb dus net ook even in de ochtend even een stukje gefilmd dat het echt zo hard waaide vannacht in de bus. Het was gewoon echt niet meer grappig. Het was best wel eng eigenlijk. Ik heb een paar beelden van opgenomen. Ik ben een video aan het editen, jongens, en kijk even. Het waait zo hard dat ik gewoon... Ik zit hier dus gewoon te editen. Super lekker, een bedje. Eerste keer dat ik het doe zo. En het zit wel lekker, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik zit dus tegen die wand aan en ik voel gewoon iedere keer als er een windvlaag komt, gewoon zo'n trilling van de bus. Dat is echt best wel eng of zo. Ik ben vannacht ook een paar keer wakker geworden. Gefilmd ook dat het gewoon verschrikkelijk hard haar waaide. Ik kon daardoor ook niet heel erg goed slapen. Ik vond het best wel spannend, ook met de dakramen. Want ja, we hebben alles goed gebouwd. Alleen het zou maar net ertussen zitten dat iets niet goed is. En om een uur of drie of zo werd ik ook nog een keertje wakker. Dus dat is best wel spannend, maar tot nu toe zit alles nog netjes. En daar ben ik heel erg blij mee. Lekker lui. Woe. Ik ga weer door met editen. Je ziet gewoon die plant bewegen, kijk. Heel die plant beweegt, zie je dat? Nou, fun, leuk. Het is best wel eng om te rijden eigenlijk, want we vangen best veel wind. Maar ja, aan de andere kant, vrachtwagens kunnen ook gewoon rijden. Dus ja, ik zou het eerder eng vinden om met zo'n picknickwagen te gaan rijden. Die zijn helemaal een beetje krakkemikkig. Maar ja, gek genoeg zijn die toch ook. Ook die vallen vaak niet om. Dus. Maar toch is het je huis en je bent er. Ja, ik weet niet. Toch even wat zorgzamer op. Ja. Best wel kwetsbaar. Denk je, oh, als het valt of zo, weet je wel, dan is het weg. Hé, Bos, heb ik nodig. Waar gaan we heen, lieverd? We gaan nog een keer naar de kringloop. Naar een ander dorpje. Daar zijn er als goed is drie. Gaan we nog even wat spulletjes, ja, kijken wat je tegenkomt natuurlijk. En even kijken of we wat kunnen kopen. Kijk, hier is gewoon iemand die gaat gewoon lopen omdat het zo hard waait. Sint-Liebert, strijder. Zijn jullie nieuwsgierig hoe, wat hier allemaal ligt? Mijn tas, een doos met eten, dus zeg maar 60 van die, wat is het? Een watertank helemaal gevuld. Hij is zwaar, ik kan meer stillen zo. Achterin ook. Ja, dadels, noten, een halve blender, eieren, een kaart, een deurklink, een waterfles, daar een chocoladereep, 100% niet te vreten. Nog meer water, dan nog meer en een statief. Ja, het is echt een hoop rotzooi. En dat... ook achterin moet echt nog allemaal dingetjes doen. Ja, klopt. En hier zakjes. Daarachter ligt volgens mij een tandpasta zelfs. Ook nog die, al die herrekjes en dingen ophangen. Boekenplank. Dit moet allemaal nog inruimen. Watertank moet erin. Ja. Ze zijn echt alweer een beetje chaotisch aan het doen. Eigenlijk. Maar het is ook niet erg, toch? Het is duidelijk ons huis. Het is niet zozeer dat je van ja, als je ja, dit... Achterin is alles helemaal netjes. En dan kom je hier en is het gelijk... ik neem eerst eens een tafel trouwens. Weet je hoe lekker? Die zijn zo lekker. Ze zijn heel zacht. En in de vlog van gisteren, of de vorige vlog, heb ik een verschimmelde kokosnoot gegeten. Ik zal nog even vertellen hoe dit af is gelopen. Ja, klopt ja. Was ik heb daarna drie keer gescheten. Uiteindelijk keek ik achterom om eens te kijken wat eruit kwam. En? Ja, uiteindelijk zag ik een soort koeienvlaai liggen met een soort groene schimmel erop of zo. Ja, echt? Ja. Ik kan bijna niet dat dat van die kokosnoot is geweest eigenlijk, maar nu ik het zo zit te denken. Maar ja, geen aanraden. Je had bijna een foto moeten maken. Ja, maar ik had dat sap al opgedronken. Dus ik dacht, ja, fuck it. Ja, maar dat gaat wel zo snel in je systeem zitten ook, hè? Maar nu ben ik weer topfit. Ja, ik was niet echt ziek. Ook... Ik had alleen last van mijn darmen. Ja, maar lieverd, je hebt ook kokosnoot via een rietje gedronken, hè? Dan gaat het heel snel in je bloedsysteem zitten. Echt heel snel. Dus dat kan ook gewoon zijn, hè? Dat gewoon even... nou ja. Ik ben blij dat het weer goed met je gaat. God, die guy... John heeft echt zo de hele dag buikkrampen gehad ook. Het is geen aanrader. We zijn aangekomen in de intratuin. Met een koffie. En binnenkort een uitsmijter. Oh ja, en ik heb een nummertje meegekregen. Dus dat is ook top.
Wat gaan we eigenlijk hier doen, maatje? Even dingen voorbereiden, hè? Voor YouTube. YouTube, monies. Ja. Hey, we gaan even chillen, even relaxen. En vandaag hebben we redelijk veel tijd. Ja. Dus gaan we gewoon eventjes lekker hier op de computer even het video's bewerken. Ja. Even op de telefoon de video bewerken. Ik dacht dat ik nog wat nodig had uit de intro-time, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wat dacht je dan? Oh, je... Grond. Ja, John wil heel graag... Een moestuin in mijn auto. Ja, John wil heel graag een soort micro-planten. Hoe noem je dat? Micro, toch? Ja. Ja, micro-plantjes doen en dat is dus een soort sprout zijn dat. En die zijn echt verschrikkelijk gezond voor je. Dat eet je zo op, dat smaakt nergens naar. Dat kan je overal opdoen. Als ik al die kraampjes op de grond leg, dat ze er dan gelijk allemaal komen. Oké, op dit moment. Dat ene mandje is nieuw. Die hebben we bij de kringloop gehaald. Helaas plakt hij niet met klittenband vast. Dus het houdt in dat we hem serieus gaan vastboren. Kijk, dat plantje staat wel met klittenband. Dus die blijft gewoon staan tijdens het rijden. En we hebben dan deze gehad. Alleen ja, omdat we deze platen hebben. We hebben wel bepaalde balken om alles vast te houden. En daar moeten we in schroeven. Want als je in zo'n plaat alleen schroeft, dan is dat niet sterk genoeg. Dus dat breekt in principe. Dus John is nu even aan het kijken waar die balken precies zitten. En dan kunnen we hem daar vanuit daar ja, vastschroeven. Hé, maar maat, ik zit te denken. Je ziet toch overal letterlijk van die dingen in de muur zitten? Zit het daar niet gewoon? Kijk eens even. Maat, dat is f***ing genius, ouwe. Kijk, kom kijken. Je ziet allemaal kleine nietjes zitten. Allemaal op dezelfde hoogte. Oh ja, dat is een hele goede vrouw inderdaad. Ja, dat is hem inderdaad. Ja, toch? Oké, nice. Hey. Hey! Eerlijk is eerlijk, die is wel gezien voor jou. Dankjewel, maat. Zit er eigenlijk moeilijk te doen? Kijk, dit wordt de boekenplank dan. Hey! Kijk jongens, dit is best leuk toch, eerlijk? We zijn echt, we lezen echt niet over de Bijbel of zo hoor. Echt niet, hoe kom je daar nou weer bij? Vriendschap over de Bijbel. Dat is dan geen Bijbel. En nog een Bijbel. Echt niet. Zo gaat de kok zo uitpakken. Dat is de police. Wow. Woep, woep. Oh nee, is die kapot? Moet het erin gedrukt worden? Wauw. Dit is een echt real gimmick. Hij is best mooi. Ja. Wat is er aan de hand, maat? Was dat een doodblik? Ik weet de gestrampte gewater via die geizer naar binnen, weet je wel. Ja, ik weet niet hoe ik kan zien of er water in zit. Ja, er moest ook een kapje gemaakt worden of zoiets, maar ja, dat... Ja, er zit hier allemaal water in. Shit, en nu? Nu moet iemand het dak op om een zak eromheen te doen. Ja, maar lief, we hebben geen ladder, niks. Nee, dan is die geizer straks met die... Ja, moet... Dus wat wil je? Wil je of het dak op of de geizer met die... Moet ik het dak op? Moet ik het dak op dan? Ja, lief, kijk hoe hard het waait. Je waait zo weg met die ladder en al. Ik kom wel een nieuw gijzer van 5.000 euro. Ja, lief, wat kan ik hier aan doen? Je mag de dak op van mij. Dan ga je dat je op je bek gaat. Ik hou er echt van. Dat hij een beetje agressief kan doen. Terwijl ik dat niet wil. Dat als ik iets niet onthoud, dan gebeurt het niet. Dat is best irritant. Iets onthouden? Ja. Waar heb jij iets over? Wil je hier mij de schuld van geven? Nee, maar zo voelt het soms wel. Ja, leuk, maar jij hebt dat ding met je vader gemaakt. Dus degene die het vergeten zijn, is jij en je vader. En nu? Ja, en nu? Wat weet ik veel? Waarom vraag je dat aan mij? Ja, jij hebt dat ding gemaakt, toch? Ja, dat is lekker makkelijk. En nu stroomt alles vol met water en dan stroomt ze weer over. En ik weet niet of hij er tegen kan, want ik weet niks, want ik heb er geen verstand van. Ja, bel je pa op dan. Nee. Oh, jeetje mina maat, waar heb jij last van joh? Je mag nooit meer opstaan met suiker. John heeft zeg maar hard gegeten in de ochtend. En hij, vanaf toen is hij eigenlijk chagrijnig. Niet. Wel. Maar even serieus, dat is natuurlijk allemaal gein. Soms moet je even je frustratie een beetje eruit gooien. Omdat het gewoon, kijk, dit is gewoon onmacht. Ik ben nu boos, omdat het weer is. Ja, zo'n kap laten maken, ja, wat kan je eraan doen? En zo'n vuilniszak zou waarschijnlijk ook alleen maar afwaaien. Dus dat heeft ook geen zin, snap je? Ik sla nu gewoon met mijn vuist een gat in. Ja, maar dan ben je verder van huis. Sla ik mijn vuist in uitgelopen. Ja. Heeft het lampjes? Waar komt
is al een paar dagen dit. Nou, waar komt het vandaan? Ja, weet ik veel. Winter is over. Ja, de lente moet gaan beginnen, maar ja, hè. Ja, Nederland, ik heb het vaker gezegd, Nederland is 80% van het gehele jaar is k***weer. Ja, en 20% heen je gelukkig, als je geluk hebt is het zon. Of een normale blauwe lucht. Wat doen we hier nog dan? Ja, ik heb het al vaker gezegd, moet hier weg. Maar ja, dat, soms sta je tegen een muur aan op dat moment. Wat ga je doen? Dat zie je toch? Ga dat ding eraf halen. Ja, ik moet iets doen. Ik kan er wel naar kijken, er verandert weinig. Maar waarom bel je papa niet op? Ja, waarom ik hem opbel? Wat kan hij doen? Hij is er niet. Nou, John heeft de Gijs hier een soort van open gemaakt. En nu de handdoek ertussen gepropt, zeg maar. Ja, de hele Gijs zit van binnen vol met water. Maar ik kan die kap er niet ophalen, want dit zit allemaal vastgeschroefd. Volgens mij. Yes. Vinden. Maar uiteindelijk moet er ook water doorheen stromen, toch? Dus dat is toch niet zo erg. Toch, lijkt mij? Ja, het water zit in de leiding. Niet buiten, zeg maar. Het water zit hierin. Ja, maar dat hoort toch ook uiteindelijk? Nee, of niet? Geen water aan de buitenkant, toch? Want het stroomt het weg. Het is een gesloten systeem. Ja, oké, maar... Elke pijp die moet daar toch tegen kunnen, want anders waarom heeft hij anders zo'n pijp? Ja, maar er zit toch elektrische draad aan de buitenkant. Ja, dat is niet normaal. Jij gaat gewoon helemaal in de weer houden, ik ook. Ja, je weet ook van die komt, dus vangen de fokken van wind. Moet hem zo staan. We moeten hem echt anders neerzetten dan. Ja, we moeten hier weg eigenlijk. Dit is toch geen goede plek? Ik irriteer me echt zo mateloos aan. Ja, zo kunnen we niet slapen. Ik moet gewoon een beetje agressief bijna om de wind. Snap ik. Zullen we hem gewoon ergens anders neerzetten? Ja, gewoon lang blijven wachten misschien. Even laten opdropen voordat we het gaan gebruiken. Ja, ik ga hier weg, maat. Ik moet onze pas te zien. Ja, we moeten hier weg. Het is gewoon puur omdat je eigenlijk zorgen maakt dat je de camper aan de kloot gaat. Ja, het is niet zo van, oh, hij is kapot en je brengt hem even weg of zo. Het is allemaal je eigen gemaakte ding. Ja, en alles kan wel maken. Maar ja, het is gewoon... Liever niet. Zonde van het geld. Even. En de tijd. Dus zullen we gewoon ergens... Maar aan de andere kant is het wel een goede test. Ja, of die goed weerproof is, dat 100%. Ja, ik denk dat je hem anders moet zetten, want als dit die camper is, doekje, en de wind komt van deze kant, oké, dan vangt hij heel veel wind. Maar als je hem andersom doet, zet hij de camper zo neer, waait hij ook weg, maar wel minder snel. In theorie dan, hè. Duidelijk maar. In de praktijk is het anders. Nee, maar dan vang je natuurlijk wel minder wind. Oké, Opletten als de deur open gaat, waait in één keer open houden, ja. Klap voor je hartjes. Moet ik hem vasthouden? Nee, man. Nee. Dit gaan we niet menen. Jawel. Nee, dit gaan we niet doen. Ja, dat ding is toch doorgedrukt? Hoe kan dat nou? Die zit toch los? Ja, maat, kom op. Ja, nu zitten we vast. Nee, we zitten niet vast, want deze kan je gewoon indrukken. Ja. Oh, nou dan. Maar ja, dat ding is al ingedrukt. Ja, maat, je loopt paniek te maken. Ik wil even laten schrikken. Ja, goh. Zag je dat serieuze gezicht? Ja. Kijk, als het goed is, maar let op, kijk. Maar dit zijn goede testtouwen. Gewoon om te kijken hoe we met die camper moeten surviven, snap je? Oké, moest die open. Kijk, normaal gesproken doe je het open met de klink, maar dat kan dus nu niet, want die klink is naar binnen. Pas op met je vinger, hè. Okay, hou hem goed vast. Oké, goed. Pas op. Yo, ik blijf dus achter. John gaat hem alleen even draaien, dat we de neus met de wind mee hebben. Dus ik ga even achterin zitten tijdens het draaien. Dat is ook nieuw. Oeh. Wat de fuck hoor ik? Oké, hij rijdt heel rustig. Maar hij draait me ook alleen maar, dus heel spannend is het ook niet, maar... Hij rijdt heel rustig. Dat is wel een raar gevoel, hoor. Hij draait, wat ik zeg, alleen maar een rondje. Oh my goodness! Wat doet hij?
Heb je die deurklink teruggeduwd? Het is wel iets minder. Het is niet zo heftig als net. Net werd je gewoon bijna wagenziek. Ja, inderdaad. Hij zit er niet helemaal in, lieverd. Ik schrok me dood van jouw maat. Weet niet. Dus. Omdat ik nog even terug wil komen, dat ik niet op stomme reageren was, sorry. Is oké, schat, maakt niet uit. Omdat ik ineens heb paniek, want ik dacht, alles is naar de kloten. Maar als je, ik moet heel eerlijk zeggen, als je van buiten kijkt, dan lijkt het allemaal iets minder erg. Vooral waar ik nu sta. Ja. Maar goed, jouw fles water mee. Dankjewel, lieverd. Zal ik even voor je vullen? Nou. Ja. Oh nee! Ik wilde gaan zitten, ik was vergeten dat hier het ding zat en nu zit mijn broek vast. Shit, heb ik een gat nu? Ja. Shit. Pannenkoek. Ik heb een gat in mijn broek nou, hè? Je ziet het niet, je filmt je anus. Ja. Kut, ik ging hierop zitten. Ik was een trailer, een hele vloer van een trailer hier dan. Let ik de hele bus streelt. Ja. Nou, het is nog 2 uur erg en dan neemt het wel af. Windkracht 40 maar. Maar nou, soms heb je windkracht 120. Gelijk klinkt nog harder dit ofzo. En echt niet dat je dat ineens een ventilator van het dak af wordt getrokken. Je schrikt je kapot. Is het dus? Ik ben benieuwd wat je hoort op de camera, maar het waait echt super hard. Het regent. Ja. Maar ik denk dat we gewoon gaan slapen en dan worden we volgende wakker. Dan zien we wel wat de schade is. Denk je dat een tak recht in dat ding, weet je wel? Ja, ja, de buitenkant is gewoon sterk. Ja, je hebt de vorige keer gezien. De regen komt via de wind omhoog. Aan de arm en de rechterkant aan de onderkant. Dat is meer met rijden ook zo, dat hij dan met de banden zo erin gaat. Nee, het waait omhoog. Kijk goed hier. Het gaat echt goed, die is echt zo gezellig. Het is pas dag 4 of zo. Zo, hij heeft net zijn frustratie uitgeknepen. En dan weer als Bill. Niet doen! Dat is echt lekker. Ja, dat doet hartstikke zeer. Dan is hij boos en John heeft hele grote knijpkracht en deze is hij zelf niet van bewust. Ik ben helemaal niet boos. Ik was wel een beetje boos. Ik heb geen stomme dingen gezegd. Mooi al. Ja, een beetje gemopperd. Maar... Gemopperd? Ik heb geen vloeken woorden gezegd. Ik heb gewoon tegen je gezegd, dan ga je toch lekker terug naar je ouders. Ja, dat is ook gemeen, ja. Ja, ik had het echt niet handelen hoor. Jij hebt zo altijd doet. Gemeen tegen mij. Ja, maar je moet niet dat soort dingen. Je hebt net gehoord, hè. Je hebt net geleerd dat vrouwen heel chaotisch zijn. En dat mannen juist eens rust moeten wezen. En als ze... Hey. Ja. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Nee. Kijken. Ja, we gaan lekker slapen mensen. Dus wil je zien hoe het is afgelopen? Wil je zien wat schade morgen is? Dan moet je gewoon kijken naar de volgende video. En voor nu gaan we proberen te slapen. Ik raad het nog steeds aan dat iedereen in de camper kan wonen. Ja, als het mooi weer is, uiteindelijk. Na elke regen komt zonneschijn. Ik ben wel naartoe al zeg maar dat ik lekker 2 deuren open kan zetten, kan koken en zo. Warmte en stoeltje naar buiten. Ja, echt. Nou, daar ben ik wel naartoe. Gelukkig is deze camper gebouwd in een rots. Ja, maar we zitten al zo lang in dit kutweer. Ook met toen de vorige bus. Alleen maar kutweer. Van kou naar regen, naar storm, naar lekkages, naar lekkages, naar schimmel. Oh. Daarom kunnen we nu ook een hoop hebben voor elkaar. Dus als we dan even boos zijn op elkaar, dan gooien we het even eruit en dan gaan we daarna gewoon weer verder. Ja. En ik heb er gewoon van frustraties allemaal dreadlocks eruit. Ja. Nee, ik heb helemaal niet dreadlocks. Dus. Maar dat is oprecht wel een tip hoor jongens. Als je in een relatie zit, gooi het er gewoon uit wat op je hart ligt, dan is het eruit. Ga dan niet boos weglopen of krop het niet op. En dat je dan in één keer allebei explodeert naar elkaar. En dat dan een heel heftig gaat worden. Je kan beter gelijk wat op je hart ligt gelijk zeggen en vertellen. Hoe moeilijk het ook is. En dan is het over.
Ja, en dan gewoon als je het dan niet goed had, kan ik gewoon sorry zeggen. Ja, en er niet op doorgaan. Wow, het gaat minder hard waaien. Nee, we gaan slapen, man. Kom. Ik val op een boomstam op het dak. Nou, doei. Doei.